In deze lesvideo ga ik je uitleg geven over het berekenen van de inkomstenbelasting in box 1. En box 1, daar zit dus alleen het inkomen uit werk of je eigen woning bij. Nou, dat gaan we doen aan de hand van dit voorbeeld. Koos die heeft hier een bruto inkomen van 65.500 euro en hij heeft een eigen huis. En dat eigen huis heeft een WOZ-waarde van 290.000 euro. Nou, wat is die WOZ-waarde ook weer? Dat is de geschatte waarde van jouw huis op een bepaald moment. En dat doet de gemeente. De gemeente maakt dus een schatting van de waarde van je huis. Nou, daarnaast heeft hij ook nog een hypotheeklening uitstaan. Die hij ooit gebruikt heeft om zijn huis te kopen. Die is nu, na aflossen, waarschijnlijk nog maar 180.000 euro. En de hypotheekrente die hij elk jaar moet betalen over die hypotheeklening is 6,5%. Daarnaast hebben we ook nog een eigen woningforfait. En het eigen woningforfait is altijd een percentage van die eerder genoemde WOZ-waarde. In dit geval is die 0,6%. Nou, verder heeft hij nog wat andere aftrekposten ter waarde van 5500 euro. En de heffingskorting die hij ontvangt is 4000 euro. Nou, nu we deze gegevens hebben gezien, kunnen we gaan beginnen met het maken van een berekening. En het eerste wat we moeten doen is van het bruto inkomen het zogenaamde belastbaar inkomen maken. Nou, dat doen we met behulp van het schemaatje hier rechts onderin. En dat is ook al een keertje uitgelegd in het filmpje Introductie over het Nederlandse Belastingstelsel: bruto inkomen plus het eigen woning voor ver. Minder aftrekposten is het belastbaar inkomen. Nou, laten we beginnen dus met het bruto inkomen. Dat is 65.500 euro. Daar gaan wij optellen dit eigen woningforfait. Nou, en waarom wil de overheid nou dat je dit erbij optelt? Door dat eigen woning erbij op te tellen, krijg je een hoger belastbaar inkomen en moet je dus meer belasting betalen. Nou, en dat doet de overheid omdat jij een eigen woning hebt. De overheid gaat er namelijk nog steeds van uit dat jouw huis gedurende de jaren meer waard wordt. En dat als jij dus ooit een keer verkoopt, dat je dan meer geld verdient. En dat noemt de overheid dus inkomen uit eigen woning. Nou, dat is natuurlijk in de praktijk op dit moment zeker niet zo, want de huizenprijzen zijn alleen maar aan het dalen. Maar toch houdt de overheid dit in stand. Nou, we pakken even de rekenmachine erbij. Want wat was, die, of wat was dat eigen woning voor Dat is 0,6% van de WOZ-waarde en die is 290.000. Dat is dus 0,006 maal die 290.000. En dan komen we uit op een bedrag van 1740 euro. Dus het eigen woning voor is. 1740 vervolgens gaan we de aftrekposten eraf halen dat zijn dus de voordeeltjes waardoor je minder belasting moet betalen nou een van de bekendste is de hypotheekrente aftrek en dat betekent dat je alle hypotheekrente die in een jaar moet betalen die mag jij van je bruto inkomen afhalen nou die hypotheekrente is hier 6,5% per jaar van die 180.000 dus dan nemen we weer de rekenmachine erbij 0,065, dat is 6,5 maal 180.000, en dan komen we uit op een hypotheekrente van 11.700. Nou, en die geldt dus als aftrekpost. Dus die gaan we ervan afhalen. 11.700, en die mag vanaf. Nou, daarnaast hebben we ook nog wat andere of overige aftrekposten die 5.500 euro mogen we er ook nog van afhalen. Nou, en als we dit dan allemaal bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken, dan komen we uit op ons belastbaar inkomen. En dat is hier 50.040. Dus we hebben een belastbaar inkomen van 50.040 euro. Nou, let even op hier: een veelgemaakte fout. Is dat mensen hierboven bij het berekenen van het belastbaar inkomen ook al die heffingskortingen van afhalen? En die heffingskorting, die halen we er straks pas af als we alle belastingen hebben uitgerekend. En die gebruik je dus niet voor je belastbare inkomen. Nou, laten we het belastbaar inkomen gaan gebruiken nu. Dat is dus 5040. Daar beginnen we mee. Vervolgens. Gaan we even kijken naar de tabellen die we hier rechts hebben staan. Ik heb hier namelijk ons belastingstelsel, ons schijvenstelsel op twee manieren neergezet. De bovenste tabel hier, daar vind je per schijf hoe groot de zogenaamde bandbreedte is van de schijf. De eerste schijf die loopt van 0 tot 18.600. Dus de eerste 18.600 euro van jouw inkomen, de onderkant van jouw inkomen dus, betaal jij 33% over alles tussen de 18.600 en 33.400 dat is de tweede schijf daar betaal je 41,95% over alles tussen de 33.400 en 55.700 betaal je 42% over dat is de derde schijf en zit je daar zelfs nog boven dus al het inkomen boven de 55.700 daar betalen we 52% over en dat is de vierde schijf nou om het wat makkelijker te maken heb ik hier even de schijven Bovenop elkaar gestapeld in die verschillende kleuren, en ik heb ook alvast ingezet hoeveel euro er nou in één schijf zit. Die eerste schijf die loopt van 0 tot 18.600, dus het totale inkomen, het totale bedrag wat daarin zit, is 18.600. Die tweede schijf, 33.400 min 18.600, het verschil daartussen is 14.800. Nou, datzelfde heb ik ook gedaan voor de derde schijf. En die vierde schijf is natuurlijk afhankelijk van je inkomen. Of je überhaupt boven deze 55.700 zit. Nou, we gaan dit opschrijven in een schemaatje. We beginnen dus met die 50.040. En dan gaan we eerst kijken naar hoeveel van deze 50.040 vult de eerste schijf op. Nou, dat is de hele schijf. Het vult ook de hele tweede schijf op. En niet de hele derde schijf. Want... 50.040 die loopt hier ergens. Ik zal even een kleurtje pakken. Die loopt tot ongeveer hier, tot dit stuk hier. Want de bovenkant van deze schijf die is 55.700. Nou, en tot daar komen we niet. Dus ons inkomen vult hier de hele eerste schijf, de hele tweede schijf en een deel van de derde schijf. Nou, en nu we dit weten, kunnen we gaan rekenen. Allereerst de eerste schijf. Die eerste schijf is 18.600. Dus Onder het belastbaar inkomen zetten we nu even die 18.600. Dat is de eerste schijf, en hier gaan wij 33% over berekenen. 18.600 maal 0,33, en dan kom je uit op een bedrag van 6138 euro. Vervolgens kun je gaan kijken nou, hoeveel blijft er nog over van mijn inkomen na die eerste schijf. Dat is 50.040 min 18.600. Dan kom je uit op 31.440. Vervolgens ga je weer kijken hoeveel van die 31.440 valt in de tweede schijf. Nou, dat is natuurlijk alles, plus nog meer. Dus we nemen de gehele tweede schijf. Die heeft een bandbreedte van 14.800. Dus we gaan belasting berekenen over 14.800 euro in de tweede schijf. Nou, daar betalen we een percentage van 41,95%. Dus je krijgt 14.800 maal 0,4195. En rekenen we dat uit, dan kom je uit op 6208,60 euro. Nou, dat is de belasting in de tweede schijf. De derde schijf, gaan we weer kijken, hoeveel houden we nog over? 31.440 min die 14.800. En dan zitten we op een bedrag van 16.640. Nou, we zien het al. De hele derde schijf heeft een bandbreedte van 22.300. Maar we hebben nog maar 16.640 over. Dus we gaan over dit hele bedrag in de derde schijf belasting betalen. Dus dan pakken we weer even een ander kleurtje: 16.640. En als we dit hebben gedaan, blijft er niets meer over. Dan houden we het dus 0 over. Hier gaan we de belasting over berekenen. En dat is natuurlijk de derde schijf. Dan krijg je 16.640 maal 42 procent. Dus keer 0,42. En dan kom je uit op 6.988,80 euro 80 nou, cent. Nu hebben we over ons totale belastbare inkomen de belasting uitgerekend. In elke schijf. Wat we nu moeten doen is al die schijven, althans de belasting van al die schijven, bij elkaar optellen. Dus 6138 plus 6208,60 plus 6988,80. Nou, en doe je dat dan kom je uit op een bedrag van 19.335,40 euro. En nu is dit je totale belastingheffing. En het enige wat we nu nog hoeven te doen is het toepassen van de zogenaamde heffingskorting. Nou die zie je 4000 en die heffingskorting mag ik in korting brengen of in mindering brengen op het bedrag wat we hier berekend hebben aan belasting. Dus ik hoef minder belasting te betalen en die heffingskorting pas je dus helemaal op het einde van de berekening toe. Nou we hadden 19.335,40 euro. Daar halen we dus 4000 van af, en dan haal je over om te betalen aan belasting in box 1: een bedrag van 15.335,40 euro. Dus dit is uiteindelijk het bedrag wat we gaan betalen aan belasting. Nou, en tot slot kunnen we het ook nog even hebben over het zogenaamde marginale belastingtarief. Wat is dat nou? Nou, het marginale tarief dat is het belastingpercentage van de hoogste schijf waarin jouw inkomen valt. Dus wat je over je laatst verdiende euro, de top van jouw inkomen, hoeveel procent belasting je daarover betaalt. Nou, zoals we al hebben gezien, zitten wij hier in schijf 3. Dit is de hoogste schijf. Onze laatste euro van die 50.040 zit dus in die derde schijf. Nou, en daar hebben wij een belastingpercentage van 42%. Dus het marginale belastingtarief is in dit geval gewoon 42%. En wat deze percentages betreft, die je hier ziet, dus deze 33% in schijf 1 bijvoorbeeld, die heb ik zelf als voorbeeld genomen. En die kunnen dus op jouw toets. Of op jouw examen uiteindelijk anders zijn. Dus deze hoef je zeker niet uit je hoofd te leren. Je moet gewoon de gegevens gebruiken die jij zelf krijgt, met de bijbehorende percentages. En voordat ik het vergeet, kunnen we het ook nog wel even hebben over het gemiddelde belastingpercentage. Dat is niet een kwestie van deze belastingpercentages bij elkaar optellen en door 3 of door 4 delen als je ook in de vierde schrijf zit. Wat je doet, is je neemt het bedrag wat jij moet betalen aan belasting, dus jouw totale belastingheffing, die 15.335,40 euro, en die deel je door jouw bruto inkomen. Dus niet door je belastbaar inkomen, maar door deze 65.500 keer 100 en dan kom je uit op je gemiddelde belastingpercentage. Dus je wil eigenlijk gewoon weten hoeveel procent van deze 65.500 van mijn bruto inkomen ben ik kwijt aan belastingheffing. Nou, zou je dat invoeren hier op de rekenmachine, dan kom je uit op een gemiddeld belastingpercentage van 23,41%. Dus dit is het percentage van mijn bruto inkomen, dus niet van mijn belastbaar inkomen, maar van mijn bruto inkomen dat ik aan belasting betaal. Nou, mocht er iets onduidelijk zijn of mocht je ergens een vraag over hebben, laat gewoon even een berichtje achter op ons forum en dan beantwoorden we je vraag zo snel mogelijk. Nou, in de komende filmpjes gaan we verder met box 2 en met name even box 3. Daar komt dus ook nog een voorbeeldje van. En we zullen ook gaan kijken wat de invloed van de verschillende soorten belastingstelsels is op de Lorenz curve.